Ja. Beste FNV-leden, van 12 mei tot 22 mei zijn de sectorale verkiezingen bij de FNV aan de orde. U kunt al stemmen. Mijn naam is Willem Heinakker, alias de Sjaak. Ik stel me kandidaat voor het sectorbestuur van de sector senioren. Ik ben 68 jaar, onlangs gepensioneerd en ik zet me al 51 jaar in voor de FNV. Dit wil ik blijven doen door zitting te nemen in het sectorbestuur. Als de Sjaak hou ik me bezig vooral met pensioenen en met de AOW. Vooral de AOW. Wanneer gaat men met de AOW ontvangen? En ook de hoogte van de AOW. Want de koppeling met minimumloon is heel erg belangrijk en dat moet zo blijven. Pensioenen, daar gaan we dadelijk invaren in een nieuw stelsel. Ook dat moet bewaakt worden en blijven, zodat iedereen op de juiste manier kan invaren. Dan hebben we nog de achterban. Hoe informeren we en hoe blijven we actief om onze achterban, jullie dus, te informeren en te helpen bij zaken zoals bijvoorbeeld de WMO, de langdurige zorg, wonen, etc. De energiestrategie, etc. Daar moeten jullie ook allemaal in gekend worden. Dat is, vind ik, een van de belangrijkste taken van mij als sectorbestuurslid. En dan willen we ook dat de lokale afdelingen van de senioren elkaar gaan versterken en ook jullie gaan informeren. Er zijn altijd bijeenkomsten, maandelijks in de regio, waarbij je kan aansluiten, je informatie kan halen indien nodig over onderwerpen die ik zojuist genoemd heb. Ik dank u alvast. Stem op mij van 12 mei tot 22 mei. Ik zie jullie wel terug op de lokale bijeenkomsten of landelijk bij acties. Dankjewel.